Goedemorgen. Leuk dat jullie weer kijken. Vandaag is de grote dag, de dag van de triathlon. En ik ben nu even aan het loslopen. Ik heb net al ontbeten. En het is zo'n 2 uur later. Het is nu 8 uur geweest. En ik start om 2 uur. Dus nog genoeg tijd om even die beentjes los te maken. En even het goede gevoel te krijgen. Hopelijk. Dus ja. Ik heb er nog niet heel veel zin in. Ik ben vooral heel erg bang met wat er gaat komen. Zo, ik heb even 2 kilometer ingelopen. Losgelopen bedoel ik. En ja, dat voelde wel gewoon goed. Ik voelde misschien een beetje mijn knie. Waar ik wel vaker nog een beetje last van heb. Maar dat is meestal aan het begin als ik aan het lopen ben. Zeg maar na 2 kilometer houdt het meestal op. Maar nu was het maar 2 kilometer. Dus ja. Maar goed, ik ga dus de 8e triathlon doen in Leidschendam. Dus niet zo ver weg van Rotterdam. En een 8e triathlon is 500 meter zwemmen. In dit geval 18 kilometer fietsen. En 5 kilometer hardlopen. En ik zie eigenlijk meestal op tegen het zwemmen. Want hoeveel ik ook heb geoefend, het ging me niet beter. Dus dat was echt best wel... ik werd er een beetje ongeduldig van. Dus nu heb ik besloten om maar gewoon op de schoolslagmanier te gaan zwemmen. Ja, ik kan wel proberen borstcrawl, maar ik weet al zeker dat ik na 1 minuut al helemaal kapot ben. Ik kan gewoon niet ademen onder water. Maar goed, we zullen kijken. We zullen zien wat er van gaat komen. Ja, het is trouwens, het wordt 30 graden vanmiddag. Dus dat is echt, echt bizar warm. Dus, en we beginnen ook om 2 uur. Oh my god. Nou ja. Oké, ik ben klaar om te gaan. Ik heb net 3 bananenpannenkoeken gegeten. En ik ben al in mijn trysuit. Dus dat hoef ik daar ook niet meer te regelen. En dan fietsen we straks naar Rotterdam Centraal toe. En dan gaan we naar Leidschendam. En dan gaat het beginnen. Oh mijn god. Ja, cool. Hey Manon. Zijn we klaar voor? Ben je er klaar voor? Ik vind het heel spannend. Ja, het is ook best wel eng. Het is de eerste keer natuurlijk voor ons. Voor je het weet, zijn we klaar. En is het voorbij. Ja, zo is dat. En het is tenminste mooi weer. Ja, oh my god, te warm. Nou schat, we zijn hier eindelijk. In Leidse Voordam. We gaan zo beginnen aan de triathlon. Heb je nog enige woorden voordat je in het water in gaat? Ik hoop dat ik het water uitkom. Ja, nou. Oké. Okay. We gaan zo meteen kijken of je het water uitkomt. Tot zo. En mee, denk ik. Volgens mij is zij dat, maar ik weet het zeker. Welke? Die met dat blauwe. Zo, hoe ging het? En mee. Neem je even je rust met wisselen. En je zit erop. Het ergste zit erop. Nu kan je inhalen. Ah, chill. Hoe ging het? Deze. Succes, kom op. Laatste stuk. Huh? Ja. Kom op jongens, goed bezig. Let's go. Lekker schat. Hoeveel rondes moet je nog? 6 kilometer. Oké. Okay. Oh, Manon, je hebt gehaald. Kan je trots zijn? Heel goed. Nou, ik ben weer thuis met mijn medaille
En het was echt zo gaaf, maar ook echt zo vermoeiend. Ik ben echt helemaal gesloopt. Ik heb ook super veel hoofdpijn door de warmte, denk ik. Want het was echt 30 graden of zo toen wij aan het rennen en het fietsen waren. Dus het was echt ongelooflijk warm. Maar goed, ik heb ook echt super weinig gedronken onderweg. Dus dat was ook gewoon echt niet slim van mezelf. Ik wou gewoon super snel door in de transitiezones en zo. Maar ik ben uiteindelijk gefinished in een tijd van 1:23:23. Waar ik echt super blij mee ben, want ik ging eigenlijk voor onder de 1:45 stiekem. Dus dat is top. En nou ja, deden 62 vrouwen mee. En van die 62 ben ik dus als 25ste geëindigd overal. Maar met zwemmen werd ik ene laatste. Ja, dat is gewoon echt niet mijn ding. Dat had ik al verteld. En met fietsen was ik 25ste. En met hardlopen 20ste. Dus ja, over het algemeen ben ik echt super tevreden. Natuurlijk had ik gewild dat ik beter kon zwemmen. En het was echt best wel gek om vanaf je fiets zeg maar te gaan hardlopen. Dus daar zou ik in vervolg ook beter voor gaan trainen. Ik zeg in vervolg, maar ik weet nog niet of ik het nog een keer ga doen of wanneer. Ik vond het wel echt super leuk, maar het kost wel echt enorm veel tijd en veel trainingen om een triathlon te gaan doen natuurlijk. Maar ik ben in ieder geval super blij met deze ervaring. En ja, ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien ook. Ik hoop dat de beelden een beetje goed waren en... dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei doei!